Tusje op 100 meter van de startgrid. Start is gevallen. De Pri-SC Heerenveen Academy is onderweg. Begin met de galoppade van Aquarel. Paarden gaan op weg naar de eerste bocht. Leiding wordt genomen door Be My Friend. Daarachter aan de redingszijde komt naar voren Cruise Control. En in het tweede spoor blijft hangen Cesar Charisma. Derde spoor is voor Braga Meadow. En een goede start aan de binnenkant voor Dean Bros. Die ligt op dit moment vijfde. Daarnaast ligt Elliot River. Daarachter volgt Axel W. Roos in het derde spoor. Tweede spoor voor Cha Cha Cha. En daarachter de favoriet Brixton. André Bakker kan kiezen waar hij heen wil. Hij blijft voorlopig in het tweede spoor. Waarom zou je ook vrijwillig naar het derde spoor gaan? Het hoeft nu nog niet. De paarden zijn in de rechte lijn overzijde. Hebben nog geen 500 meter gelopen. En het is Be My Friend die vooraan ligt. Be My Friend die leidt op de tweede plek daarachter. Cruise Control aan de relingzijde. De rest van het veld schuift nu in elkaar daarachter. Tempo bevooraan is naar beneden gegaan. Brixton blijft in het tweede spoor. Met nog altijd alle kansen om een vrij spoor daarnaast te kiezen. En zo gaan de paarden de bocht in. Leiding in handen van Be My Friend, lengte voorsprong. Door het derde spoor komt nu naar voren Axel W. Roos. Die heeft geen positie gekregen, maar die krijgt hij ook niet. Want hij wordt aan de binnenkant opgevangen door Cesar Charisma. Cruise Control aan de relingzijde. Daarachter volgt Dean Bros. Die is heel slim naar het tweede spoor gegaan. Daar is Dickie Hof niet zo blij mee, want die lag in dat tweede spoor. Braga Meadow ligt nu driedik. En die wilde graag weer tussen, maar dat gaat niet, want daar ligt nu Elliot River. En zo wordt er flink gepraat in het peloton. En daar worden woorden gebruikt die moeder de vrouw maar niet moet horen. Zo gaan de paarden voor de tribune langs. Gaan ze de laatste ronde in. Be My Friend leidt. De buitenkant Cesar Charisma. Daarachter aan de relingzijde volgt Cruise Control. Vierde plaats is voor Dean Bros. Vijfde aan de relingzijde is Cha Cha Cha. Zesde is Elliot River. Zevende in het derde spoor Braga Meadow. Achtste aan de relingzijde is Zoe Ter Sijpe. Negende plaats is voor Brixton. Die gaat nu naar het derde spoor. Daarachter volgt dan John De Leeuw. John De Leeuw met Benjamin Mirage. En dan zijn we de start van het veld. Die paarden hebben het lastig. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijn in. Voor de laatste keer. Ze zijn op weg naar de laatste bocht. Be My Friend leidt. Be My Friend. Daar komt de aanval aan de buitenzijde van Brixton. Brixton gaat naar voren. En daar voor hem uit gaat Dean Bros. En zo gaan de paarden op weg naar die laatste bocht. En gaat Be My Friend er vandoor. Be My Friend pakt een paar lengten. Dean Bros is in de achtervolging. Brixton gaat achter hem aan. Aan de relingzijde gaat Cruise Control nog mee. En daartussendoor zakt Cesar Charisma wat terug. En zo gaan ze de laatste bocht door. Maar Be My Friend is ontsnapt. Ze is inmiddels halverwege de laatste bocht. En die loopt alsmaar verder weg. Be My Friend, paar lengte voorsprong. Lengte of 4-5. Cruise Control op plaats 2. Brixton helemaal aan de buitenzijde. Komt nu pas op toeren. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Wie gaat die Friend nog terughalen? Be My Friend. Brixton aan de buitenzijde komt met grote stappen. Maar het lijkt allemaal veel te laat. Het is Be My Friend die nog altijd leidt. Be My Friend. Daar komt Brixton aan de buitenzijde. Het is te laat. Het is Be My Friend. Net op tijd binnen. Tweede is Brixton. Derde Cha Cha Cha. En vierde is Cruise Control. Vijfde, Elliot River. En de winnende piqueur staat naast me, Danny Brouwer. Danny, extra mooi natuurlijk, paard van de familie. En hij zat eraan te komen, hè? Ja, we hebben het paard zelf gefokt. En het is een paard met klasse, maar het is een heel druk paard. En we hebben hem vandaag wel iets veranderd. Hij viel op duindicht zwaar tegen, vonden we. En hij reed super vandaag. Hij goede recordverbetering. Dat mag je zeggen en dan mag je ook een beetje boe zijn op het eind. Maar dacht je niet even, oh, ik ben te vroeg gevlucht? Ja, hij werd wat makkelijk op het laatste. Maar ik wist dat Brixton heel hard aan kon komen. Dus ja, dan maar een tactische zet en we ringen ervoor. Hartstikke mooi. Ik zal eens eventjes vragen aan de delegatie die hier aanwezig is namens Sportclub Heerenveen. Zo dadelijk of iemand nog op deze nummer 3 Be My Friend gerekend had. Wat een mooie winnaar van de eerste, dames en heren. Be My Friend, Danny Brouwer in een 14 tijd.
Be My Friend net op tijd binnen.